De gemeente Someren, woningcorporatie Wocom, Oro en Kempenhagen werken gezamenlijk aan de herontwikkeling van de voormalige Paulusschoollocatie en de voormalige Pauluskerklocatie in Someren-Noord. In de voorbije maanden zijn de plannen voor beide locaties verder uitgewerkt. Op maandag 24 juni werden de plannen en de ontwerpen nader toegelicht tijdens een druk bezochte inloopavond in gemeenschapshuis De Weijers. Wat er ook heel schoon is, we zijn hier in De Weijers, we gaan praten over het Paulusproject. Ik vond het hier behoorlijk druk, er is wel belangstelling voor. Ja, best wel veel mensen uit de buurt, ook de nieuwe bewoners van de patio woningen. En ook een aantal nieuwe bewoners heb ik gezien van Oro en Kempenhagen. Dus wat dat betreft is het best wel leuk geweest, de bijeenkomst. Namens de gemeente hier, wat is de rol van de gemeente in dit project? Ja, gewoon wat toelichting geven over de openbare ruimte, hoe er omgegaan wordt met wateropvangen, hoe er omgegaan wordt met parkeerruimtes die op het terrein komen en dergelijke. Dus gewoon in algemene zin. Dit is toch een behoorlijk project? Ja, het is een behoorlijk project. Twee locaties. Hè. De Paulus schoollocatie ligt al jaren leeg. En de Paulus kerklocatie, ja, die is nu vrijgekomen nadat de kerk gesloopt is. Dus dat zijn twee leuke grote projecten die erop komen. Op de Paulus schoollocatie komt een project voor Kempenhagen met een aantal woningen. Plus een aantal huurwoningen op die locatie. En hier op deze locatie komt een groot complex van Oro en zes patio woningen. Ja, als we toch in De Weijers zijn, dan vraag ik toch even van wat er dan met De Weijers gebeurt in combinatie met die projecten. Ook al praat je er liever niet over. Nou ja, ik wil er best wel over praten. Er zijn wat ontwikkelingen in de wijk. We kijken dan ook naar het integraal huisvestingsplan voor onderwijs. En we zijn gewoon aan het aftasten of dat we nou op dit moment wel de goede keuze maken om nu gaan te verbouwen bij De Weijers. Staat een klein halfjaartje on hold. Nou, als we aan het eind van de rit erachter komen van er is geen betere oplossing dan verbouwen, dan gaan we gewoon verbouwen hier De Weijers. Dus wat dat betreft is er geen afstel, maar er is gewoon sprake van uitstel. En de 500.000 euro die gereserveerd waren voor De Weijers, die blijven gewoon staan. Dat is in combinatie met die andere projecten die hier gaande zijn? Nee, daar hebben we wel naar gekeken in eerste instantie, van om een combinatie te maken met Oro. Alleen dat gaf Oro van aan van ja, wij vinden het nou net heel goed dat onze bewoners ook naar buiten gaan en in een ander gebouw eens gaan kijken wat daar te beleven is. En als het dan weer in hun gebouw zou zijn, dan is het allemaal weer naar binnen gericht. En dat hadden ze liever niet. Maurice van Oort, projectmanager van Wocom. Wat gaat Wocom hier doen? Wocom gaat 8 sociale huurwoningen bouwen op de Paulus schoollocatie. Er zullen 0 treden woningen gaan worden, dus de bedoeling is dat het wel voor ouderen is. Dat is eigenlijk om die doelgroep met name woningen te gunnen in dit gedeelte van Someren. En er is belangstelling voor? Er is heel veel belangstelling voor. Ik heb denk ik hier al 10, 15 mensen gesproken die heel veel interesse hebben. En ik kan me ook al voorstellen, er zijn heel veel mensen die komen uit Someren of uit Someren Noordzacht, die willen hier blijven wonen. Er zijn ook wel mensen die in een huurwoning zitten, maar er zijn ook wel mensen die eigenlijk al altijd een woning hebben gehad die verkocht willen hebben en toch heel graag hier naartoe zou willen. Het zijn wel echt woningen van Wocom, dus je moet wel echt ingeschreven zijn bij Wocom ook, om in aanmerking te komen voor die woningen. Wat maakt deze woningen zo bijzonder? Nou, eigenlijk het is de woonplattegrond is eigenlijk beneden. Dus je hebt zowel op de begane grond heb je zowel wonen. Dus er zit wonen, de keuken, maar ook de slaapkamer. De hoofdslaapkamer zit beneden. Je zit vast aan de badkamer, dus dan kun je makkelijk vanuit de slaapkamer meteen naar de badkamer toe. Dus eigenlijk zit alles beneden en het is ook rolstoelvriendelijk. Dus je kunt overal, de draaicirkels zijn dusdanig vormgegeven dat het allemaal past. Dus, en boven is er nog een extra slaapkamer of studeerkamer of logeerkamer voor de kleinkinderen of wat dan ook. En er zit een technische ruimte. Achter je kijken, dat is het, dan wordt het? Ja, dat is een eerste indruk, ook niet meer dan dat. We wilden gewoon, want de plattegronden zijn eigenlijk net pas klaar, die zijn van 90% zijn ze klaar. Maar we wilden de omwonenden met name wel een indruk geven van wat het ongeveer gaat worden. Dus we hebben gewoon een indicatie gemaakt, een prentje eigenlijk, met hoe het er ongeveer uit zou moeten zien. Je lijkt verdacht veel op de oude Pauluskerk. Dat zou zo kunnen, ja. Maar ze wordt het dus niet helemaal? Nee, ze wordt het niet helemaal, nee. Nee. Waar zijn we nu? Wanneer gaan we starten met deze bouw? Nou, het is nu zo, we hebben nu de ontwerpen, die zijn nu voor 90% klaar. Dus het definitief ontwerp is gereed, zoals we het dan zeggen. Dat betekent nog niet dat we kunnen gaan bouwen. Als je wilt gaan bouwen, moet je echt werktekeningen en zo allemaal hebben. Dus de stukken liggen nu al wel bij de aannemers, voor een aanbesteding. Wij verwachten eind augustus de prijs binnen te hebben van die aannemers. En dan kunnen we gaan kijken met welke aannemer het beste gaat passen. Vervolgens gaan we samen met die aannemer gaan we het project uitwerken van het definitieve ontwerp naar daadwerkelijk echte werktekeningen. En daarna kunnen we starten met de bouw. Dus we schatten nu ongeveer in als het allemaal gaat zoals we hopen dat het gaat allemaal. Je moet altijd een beetje slag in de arm houden. Dan verwachten we dat we begin volgend jaar kunnen starten met de bouw van het project.